Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1 In de vraag was het elementaire ladingskwant gegeven. En dat is een waarde die ook in BINAS staat, in tabel 7. En het elementaire ladingskwant is niets anders dan de lading die één elektron heeft. En die gaan we daar gebruiken. Maar eerst gaan we eens even kijken wat betekent ook alweer ampère. Eh, 0,16 ampère wil niks anders zeggen dan dat er elke seconde 0,16 coulomb aan lading voorbij komt. Nou, omdat de lading van één elektron bekend is en heel klein is kan ik ook uitrekenen hoeveel elektronen ik nodig heb om precies 1 coulomb aan lading te krijgen. En dat doe ik op deze manier. En dan zie je dat ik 6,24 x 10 tot de macht 18 elektronen nodig heb voor 1 coulomb. Nu komt er niet 1 coulomb per seconde langs, maar 0,16 coulomb per seconde. Dus ik kan ook gaan uitrekenen hoeveel elektronen er per seconde door het draad langskomen. En dat zijn er 10 tot de macht 18. Hoe lang moet ik dan wachten voordat er 10 tot de macht... 10 elektronen langskomen. Ja, dat is dus minder dan een seconde. Dat is namelijk uh, 10 tot de macht min 8 seconden. Want in 10 tot de macht min 8 seconden komen er 10 tot de macht min 8 maal 10 tot de macht 18 in totaal 10 tot de macht 10 elektronen langs. Vraag 2. Om deze vraag te beantwoorden, gaan we twee van de bekendste formules van het hoofdstuk gebruiken. Ik ga eerst even kijken wat is er gegeven in deze vraag. Het vermogen P is gegeven en de stroomsterkte I. Nou, wat zijn die twee bekendste formules? Dat zijn deze twee formules. En wat blijkt? Je hebt van de bovenste formule twee van de drie grootheden al. Die zijn al bekend. Dus je kunt de derde grootheid uitrekenen en dat is de grootheid U. Nou, als je dat doet. Dan kom je erachter dat u een grootte heeft van 12 volt. Ja, nu ook u bekend is, weet je in de onderste formule ook twee van de drie gegevens. En dan kun je dus de derde uitrekenen. En in dat geval is dat r. Nou, r is u geheel tot i. En dat komt uit 24. O. Vraag 3. Wat je bij deze vraag nodig hebt om tot de antwoord te komen, is dat je een idee hebt hoe je de weerstand van een draad kunt uitrekenen. En dat doe je met deze formule. En dan zie je dat de weerstand van het draad eh, afhangt van de soort stof waarvan het draad gemaakt is. Nou, dat gaat hier niet veranderen. Het is ook afhankelijk van de lengte van het draad en van de doorsnede van het draad. Nou, wat blijkt nu het geval te zijn? In de vraag staat: het draad wordt drie keer zo lang getrokken. Maar wat gebeurt er als je een draad drie keer zo lang trekt, ja, dan wordt hij ook dunner. Uh, sterker nog, als je dat netjes zegt, de doorsnede wordt dan ook drie keer zo klein. Want in totaal heb je evenveel draad. Evenveel volume draad, als waarmee je begonnen bent. Dus wordt hij langer, dan wordt hij ook dunner. Nou, deze twee gegevens gaan we eens even invullen in, uh, in de formule voor de weerstand van de draad. En wat zien we dan? Uh, als de lengte drie keer zo groot wordt. Maar de doorsnede wordt drie keer zo klein. Dan krijg je iets wat er zo uitziet. Ja, onder de streep staat uh, delen door 1 derde. Ja, delen door 1 derde is natuurlijk hetzelfde als vermenigvuldigen met 3. Dus ik kan die 3 daaronder kan ik ook naar boven halen op deze manier. En wat zie ik dan? De weerstand van de draad is groter geworden. En het is 3 x 3, oftewel 9 keer zo groot geworden. Vraag 4. Ja, deze vraag gaat eigenlijk over de eigenschappen van een zogenaamde ideale spanningsmeter en een ideale stroommeter. En een ideale spanningsmeter heeft een weerstand die heel dicht in de buurt ligt van oneindig. Het heeft gewoon een hele grote weerstand. Een ideale stroommeter heeft juist een hele lage weerstand. En dat heeft ook een reden, want je wil eh, dat op het moment dat je of de spanningsmeter of de stroommeter gaat gebruiken wil je niet dat de situatie in jouw stroomkring verandert? En dat kun je dus bereiken door de spanningsmeter een hele hoge weerstand te geven en de stroommeter een hele lage weerstand. Als we nu kijken naar deze schakeling, dan zien we dat de stroommeter parallel geschakeld is met het lampje. En ik zeg er al meteen bij: dat is niet zoals het hoort, maar dit is wel de schakeling waarmee je moet redeneren. De stroommeter staat parallel aan het lampje, de stroommeter heeft zo goed als geen weerstand. Ja, alle stroom zal dus ervoor kiezen om door de stroommeter te lopen en niet door het lampje. Het lampje is als het ware kortgesloten. En voor ons begrip kunnen we eigenlijk ook zeggen dat dat lampje helemaal niet meer meedoet, omdat we daar die stroommeter hebben. Hoe zit het dan met die spanningsmeter? Nou, die spanningsmeter is ook verkeerd aangesloten, want die moet je juist nooit in de schakeling, maar altijd parallel zetten. Omdat de spanningsmeter een hele hoge weerstand heeft. Zal die ervoor zorgen dat er zo goed als geen stroom gaat lopen? Laten we voor de eenvoudigheid gewoon zeggen dat er geen stroom gaat lopen. Ja, als er geen stroom loopt, dan maakt het niet uit wat ik nog verder in mijn opstelling heb uh, meegenomen. Maar dan zal er zal ook geen spanningsverlies zijn bij andere apparaten. Dus mijn stroommeter, die mag ik eigenlijk als het ware wegdenken. En dan heb ik deze situatie. Ik heb een spanningsmeter die is aan beide zijden van de bron met de bron verbonden. Dus de spanningsmeter die meet wel een spanning groter dan 0, namelijk de spanning van de bron, maar de stroommeter die meet een stroom van 0. Vraag 5. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je een aantal denkstapjes goed achter elkaar nemen. Uh, welke stapjes zijn dat? Uh, we gaan ze stap voor stap bekijken. Stapje 1. Als een draad ouder wordt, dan wordt de draad dunner. Als de draad dunner wordt, dan krijgt het dus ook een kleinere doorsnede. Dus de doorsnede A in de formule van de weerstand van het draad, die wordt kleiner. Nou, als de lengte niet verandert en de soort stof ook niet, dan zal het ervoor zorgen dat de weerstand van het draadje... Groter wordt. Dan gaan we naar de volgende formule, de wet van Ohm. Omdat de spanning U constant blijft, want uh, dat is de, de netspanning, de spanning van je stopcontact, zal als R groter wordt de stroomsterkte door het draadje kleiner worden. Wat zegt dat over het vermogen? Nou, U blijft nog steeds constant. Als de stroomsterkte kleiner wordt, wordt het vermogen dus ook kleiner. Dus je moet vier denkstappen achter elkaar nemen om tot je juiste antwoord te komen.